Christian. En ik Martin. En vandaag is de eerste aflevering van deze nieuwe serie, de Quiz Show. Ja. Nou dames en heren, we hadden eigenlijk vorig jaar was dat ongeveer, eind 2021, hebben wij een serie gemaakt met dat jullie je bepaald dat we een quiz moesten spelen. Nou ja, wij vonden dat zo leuk, het pakte niet heel veel views, maar ja, wij vonden het wel leuk om nog een keer te doen. Dus ja, wij dachten, nou weet je wat, we laten maar gewoon een serie van maken. En hier zijn we nu. Ja, hier zijn we nu. En vandaag doen we een keer algemene kennis. Aangezien dat het, en dan gaan we de volgende aflevering gaan misschien een ander onderwerp doen, zoals Nederlands rekenen, weet ik veel. En we gaan het gewoon proberen. Laten we starten. We gaan het proberen. Ja, dan gaan we nu naar start. De Basic Edition. Nou, algemene kennis. 3, 2, 1. Waar werd de Verenigde Naties opgericht? San Francisco. We hebben 961 punten. We staan op het podium. Ja. Welke Franse koning was de zonnekoning? Weet ik veel. Die weet jij? Oh, we hebben een halve minuut. Ja! Ja, heb je hem zin? High five! Hoe dan? Ik heb geen idee! Hoeveel ribben had Adam? Wie is Adam? Adam en Eva. Weet ik veel, ik heb hem nooit gekend. Hé, hey, we hebben goed! Wil je weten waarom? Huh? Omdat in het verhaal God heeft een rib van Adam gepakt om Eva te maken. Oh. Dus heeft hij eentje minder. Oh, dat wist ik echt niet. Nee, dat wist ik serieus niet. Ja, dat jij Bijbels kent, dus daar ben ik wel blij mee. Ik ken de Bijbel niet. Oké. Okay. Ik weet alleen dat dat zo is. Oké. Okay. Nou, volgende vraag. Welk land heeft geen bondskanselier? Oostenrijk heeft een bondskanselier, Duitsland heeft een bondskanselier, Zwitserland of Liechtenstein? Ja, Liechtenstein is heel klein, dus ik ga het denk voor Liechtenstein. Ja? Ja, doe eens. Ik blim jou. Hey! ik wist niet of dat Zwitserland een bondskanselier had. Nou, blijkbaar. Ja, Liechtenstein is klein genoeg om niet te hebben, blijkbaar. Nee, maar Liechtenstein is echt heel klein. Ik ben er wel eens geweest. Kleiner dan Nederland? Ja, nou. Kleiner dan België? Het is nog kleiner dan Luxemburg zelf. Oh, jezus. Het is volgens mij echt vanaf noord naar zuid misschien 20 minuten. Oh, jezus. Het is echt een klein land. Nou, ja. Volgende. Nou. Waar staat ANWB? Nou, op de snelweg. Algemene Nederlandse wielrijdersbond. Nou, dat was nog niet goed. Oh. Jammer. Maar ja. Jammer. Ik zat erover te denken, ik zag een verspringing. Ik dacht, wat is die nou weer aan het doen? Ik dacht, Uit hoeveel procent bestaat de planeet? Water. 70. 70, ja. Ik dacht ook, wel. Nou. Welke Europese stad heeft de meeste bruggen? Ik ga richting Amsterdam of Venetië. Oh. Amsterdam heeft echt heel veel bruggen. Kies maar. Ik ga Amsterdam. Amsterdam. Nee, Hamburg. Hamburg? Hamburg, blijkbaar. Hoezo? Ik ben laatst in Hamburg geweest en ik heb geen één brug gezien. Jemig, oké. Nou. Blijkbaar weten we helemaal niet zoveel. Nee. Wat is geen... Nee, dit weet jij wel, denk ik. Nederlandse film. Kijk, jij hebt filmkennis, ik niet. Ik kijk nooit films. Ik heb geen van die vier gezien. Nee, ik ook niet. Ja, volgens mij, op school volgens mij Koning van Katoren, of zien we dat? Vroeger. Ik ken hem niet. Ja, ik kijk maar gewoon voor. Ja. Ik heb Koning van Katoren volgens mij vroeger gezien op school. Ja, okay. Welke vlag heeft geen rood-wit-blauw? Nou, Nederland heeft rood-wit-blauw, Frankrijk heeft rood-wit-blauw, Denemarken.
Denemarken of Noorwegen? Ik weet even niet de Noorse vlag zo uit mijn hoofd. Kies maar. Ik zeg Noorwegen. Denemarken. Ik zou Denemarken hebben gekozen. Ja. Ik dacht even Noorwegen. Maar ik dacht dat Noorwegen alleen maar rood was, maar schijnbaar, nee. Ja, volgens mij bedoelen ze één van die drie kleuren, maar dat weet ik ook niet zeker. Dat weet ik ook niet wat is Geronimo Stilton? Voor mij schrijven, toch? Schrijven? Een diersoort mag ook. Een deel van de maatschappij. Nee, jij zegt schrijver? Nee, schrijver, want hij schreef wel boeken. Ik heb wel zo'n boek. Kijk. In de basisschool. De luchtvaartmaatschappij Geronimo Stilton. En het is misschien wel een goed idee voor Electric op een eigen luchtvaartmaatschappij beginnen. Ja! Verdien wel goed geld. Welk merk wordt niet gebruikt in James Bond? Heb je James Bond ooit gezien? Nee. Ik ook niet. Aston Martin volgens mij sowieso. Porsche. Porsche zijn volgens mij met een C. Ja, inderdaad. Dus ik heb het idee dat een die is. Ja? Ik blame jou. Ja? Ik weet niet. Kijk, hey! Kijk, Porsche schrijft heel anders. Ja, inderdaad. Ja. Kijk, ik ben scherp. Je bent scherp. Hij is scherp. Ja. Welk merk is begonnen met tractoren? Weet ik veel. Jij hoort een staphorst, dus jij weet wel hoe de tractoren werken. Ja, Lamborghini. Ik heb daar nog niet eens zo heel erg lang geleden een verhaal over gehoord. Online. Oh. Nou. Dit. Nou, dat is helemaal gezien, hè? Jij weet wel. Welke Amerikaanse president voor John F. Kennedy? Ja, zijn ze alle drie? Alle drie? Zijn ze alle drie vermoord? Oh. En John F. Kennedy wist jij ook, hè? Volgens mij wel of niet? Ja, ik zei die zo. Als ik weet hem zo aan mijn kop niet, maar als ik hem had zo had gezien. Oh ja, die is vermoord. Ja. Maar alle drie blijkbaar. Ik ken die andere twee, maar die zijn ook wel heel lang geleden. Ze zijn alle drie vermoord. Oké. Ja, ik weet dat John F. Kennedy is doodgeschoten toen bij een congres volgens mij of zo was het. Mm-hmm. Ja. Dat is niet volgende. Budo komt uit Japan, maar wat is het? Budo, judo denk ik. Nee, budo. Budo. Komt uit Japan. Nou, dat is sowieso geen boogschieten, of wel? Nee, ik denk een vechtsport of zo, want Japan is meer van het vechtsporten, toch? Ik denk vechtsport of meditatie. Kies jij maar. Ik zeg vechtsport, denk ik. Ja, goed zo. Ja. Oké. In welke in 1857 opgerichte club was de eerste officiële voetbalclub? Manchester City? Noem maar wat. Ik blame jou. Ja. Nee. Sheffield. Ja. Dat weet ik veel. Ik ook niet. Wij zijn geen voetbalmensen. Nee. Ik ga hier niet op een avond voetbal zitten. Welke sport is uitgevonden door kinderen? Ik heb ook geen verstand van kinderen. Wat zijn dat? Geen idee, ik ben volwassen. Oh ja, ik ook. Dus ja. Triathlon of zo? Denk ik. Want motocross, dat is geen kindersport of nee. Zo. Wat is triathlon eigenlijk? Wat doe je daar? Dat weet ik zo eigenlijk zo niet. Nee, ik ook niet. Wat is niet van EA Sport? Ik dacht sowieso FIFA is van EA. Ja, ook FIFA is EA, dus de enige die geen FIFA is niet van EA. Nee. Dat is wel zo'n gamekennersje. Ja, wanneer start de Wie is de Mol? Ik kijk dat niet eens. Ik ook niet. 2001, denk ik. Zeg maar wat. Ik. 1998. Nou. Ja, toen leefde ik nog niet. Maar wel 10.000 punten. Ja. Heeft Rotterdam drie voetbalclubs? Even kijken. Sparta. Feyenoord. En je had er nog eentje, toch? Gewoon ja klikken? Ja, doe maar gewoon ja. Ja. Dat weet ik wel, maar ik kom vaak naar Rotterdam. Hè. Wat is de derde club uit Rotterdam? Excelsior. Ja, kijk, dat weet hij dan weer wel, hè? Ja, nou ja, ik ken het wel een beetje, maar ik kom nooit dat ik best vaak in Rotterdam kom. Welke club heeft geen rood-wit? Pff, weet ik veel. ADO Den Haag. Oh ja, dit was geel trouwens. Ja, dat wist ik wel. Ik zie andere dingen, die hebben het sowieso. Klein klik. Ja,
Wat is het hoogst bij poker? Ja, dat vind jij wel leuk, hè? Op zich, Texas Hold'em is wel grappig. Ik speel het eigenlijk nooit, maar... Nee, dat klopt. Wat is Royal Flush? Ik heb er nog nooit van gehoord. Hè? Dat is maar deze, ja. Wat is dat überhaupt? Ik heb er nog nooit van gehoord. Royal Flush, dat is een kaartensamenstelling. Dan heb je een 10, een joker, dus een boer. Ja. Een koningin, een koning en een aas van dezelfde soort. Oké. Nog nooit van gehoord. Dus ik heb weer wat van geleerd. Nou, dat staat er letterlijk bij, maar goed. Ja. Oh ja, klopt. Dat welke planeet is er een auto, winkel en film van? Een film is van Pluto, toch? Pluto is toch van Mickey Mouse? Ik weet niet wat er een auto van Pluto is. En een winkel. Eenie, meenie, meenie, mo. Is dat Thomas? Ah. Ik gokte gewoon. Pluto bij Mickey Mouse Clubhuis, maar dat is die hond. Ja, dat is die hond. Ja. Maar dat is niet per se een film ervan. Nee, klopt. Welk bedrijf is niet opgericht door broers? Ik zou zeggen Sony? Of... Ja, doe maar. Disney of Sony? Als ik ooit een keer een contract met Sony ga sluiten voor mijn muziek, dan... Echt, kan toch goed, hé? Ik wil wel zeggen, dan wordt het wel heel triest als we hem nou fout hebben. Ja! Dan gaan ze me er niet op zetten. Welke tv-zender is opgericht door B. de Graaf? Bart de Graaf. Volgens mij BNN. BNN, dat is rood. Ja. Dat is die ene man die een baksteen door de ruit gooide en zichzelf aangaf bij de politie. Dat hij een baksteen door de ruit had gegooid. Ha. Die had ook een bepaalde ziekte. Die is overleden toen. Waar is B. de Graaf geboren? Bart de Graaf. Veel. Hillegom, denk ik. Hillegom? Hey! High hey. Five! Ja, dat leek me. Hoeveel Finnen zijn er die de F1... Die de eerste... Hoeveel Finnen zijn er in de F1 eerste geworden? Ik weet niet wat de vraag bedoelt. Nee, ja. Ja, ik weet wel wat ze met de vraag bedoelen, maar ik kijk nooit de F1. Hey! Hey! Welk land was Brittannië? Was van Brittannië? Van Groot-Brittannië, denk ik. Welk land was van Brittannië, ja. Suriname was van Nederland. Sint Maarten is ook Nederland. Ik denk Cuba misschien. Wel Suriname. Suriname? Suriname was van Nederland, toch? Of hebben ze dat niet... Nee, dat hebben ze geruild met Amerika. Of was het met Indonesië? Nee, ik heb geen idee. Maar goed, want Amerika hebben ze geruild toen. Ja, die zijn er derde niet. Plek. Die is er niet. Niemand. Tweede plek. Niemand. Eerste plek. 21 van de 29. Niet verkeerd. Nee, A-Tube. Oei. Even kijken, 17.979 punten. Hé. Nou, en dan drukken we op volgende. En dat was hem eigenlijk. 72% hebben we juist goed. Dus, het zou me benieuwen wat de volgende aflevering gaat doen. Ik zie jullie volgende week bij weer een nieuwe quiz. Later. Later. Vond je deze video als leuk mocht, voel me op duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Volg Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok. Dan druk op het belletje, zodat je geen enkele upload mist. Laat een leuke reactie achter wat je ervan vond. En deel het. En met al je vrienden via WhatsApp, social media. En dan wil ik nog één ding zeggen, dat is tot volgende week bij weer een nieuwe quizshow. Later.